Volgens mij gaat het mis in de benadering van predestinatie. Als je het gaat opvatten als, heel erg lang geleden is zonder mij, buiten mij om, alles al vastgelegd. Ja. Dus als dat zo zou zijn, dan is gewoon het leven wat ik nu leef, ja, dat zou je kunnen vergelijken met het afspelen van een film die al een eeuwigheid geleden opgenomen is. En dus uiteindelijk wat ik dan doe, dat doet er niet toe, want het ligt toch al vast. Mm-hmm. Nou, en dat is een verkeerde opvatting van het begrip eeuwigheid. Alsof eeuwigheid zou betekenen eindeloos lange tijd geleden. Ja. Maar de theoloog Oepke Noordmans, een Friese theoloog, heeft een prachtige uitspraak gedaan. Dat is Gods eeuwige besluiten worden op het laatste moment genomen. Gods eeuwige besluiten worden op het laatste nippertje genomen. En dan zie je dus dat de eeuwigheid van God is niet verlengde tijd, maar is een hele andere categorie. En daarom sluiten die eeuwige beslissingen van God niet uit dat mijn reactie op het evangelie dat naar me toe komt er volledig toe doet. Dus die menselijke verantwoordelijkheid en Gods leiding over alles sluiten elkaar niet uit. Maar op een manier die wij met ons verstand niet kunnen begrijpen, gaat het gelijk op.